Zo, we zijn er weer. Nieuw hotel, nieuwe kamer uiteraard. Uitzicht daarop. Zo, ik zal even rondleiding geven. Hoe begint? Koffie, altijd goed. Als het goed is, slaap ik met Tom Hendriksen. Ik heb hem nog niet gezien, maar die zal ook zo wel komen. Die gaat hazen voor de eerste vrouwen. Of de tweede vrouwen trouwens. Dus die gaat weg op 2:22 geloof ik. Maar ja, wat ik al zei, dat gaan we daar ook allemaal horen tijdens de technical meeting. Wat de bedoeling is. Dus daar ga ik jullie uiteraard ook in meenemen. Ik werd gebeld door Jury van Global, van Management. Die zei, er staat nog een tas hier voor je. Dus ik had al best wel wat spullen bij, maar ik kon nog eventjes een koffertje ophalen. Eens kijken wat ze allemaal hebben. Altijd leuk. Ik heb al veel te veel spullen, maar toch is het altijd leuk om een extra te krijgen natuurlijk. Trui. Nog een trui. Belangrijk voor de winter natuurlijk. Nou, dus ja, alsof we er niet genoeg hadden. Nou, hier nog heel wat loopshirtjes, een stuk of 10 of zo. Jasjes, longsleeves. Ja, ik kan ze allemaal laten zien, maar het lijkt allemaal natuurlijk heel op elkaar, een beetje wat ik nu ook aan heb natuurlijk. Dus, en aan deze kant is het zo vaak... een singletje nog. Jas. Altijd goed in de winter. Hoe warmer, hoe beter. En heel wat broeken. Altijd fijn. Ik hou vooral van die korte tights. Korte broeken, lange broeken. Top. Kunnen we er even tegenaan. Dus, ja, altijd fijn om dit soort spullen te krijgen. Dus ja, kan ik zeker de winter kom ik hier weer goed mee door. Losse broek. Petje. En de sleeves, die gaan waarschijnlijk sowieso maar aan morgen. Draag ik heel vaak gewoon singletjes, sleeves. Kun je makkelijk uitdoen als het warm is. Dat is altijd wel makkelijker dan dat je een long sleeve aan hebt. Dus ja, we kunnen weer even uit met de kleding. Zo, 12 kilometer gelopen samen met Roy. Cameraman was mee namens Global Quinten. Eigenlijk lekker, gewoon lekker wat versnellingen in het Vondelpark. Super druk, dan merk je dat je echt uit een dorp komt, zeg maar. En niet in de stad hoeft te lopen, want dit is echt zo druk, zelfs met dit weer. Dan vraag ik wat voor weer het was. Heel smerig, maar ja, de wind viel mee, dus ik denk dat het redelijk gunstig wordt morgen. Dus eerst stuk wordt het wind tegen, daarna komt wind mee. Dus ik denk dat voordelig is, zeg maar. Ja, ik heb nu in ieder geval lekker losgelopen, 12 kilometer met een paar versnellingen. Gewoon net boven wedstrijdtempo en dat voelde goed, dus ik ben klaar voor morgen. Zo, Remio is al zijn bidonnetjes aan het klaarmaken voor morgen. Dit is Remio. Ja. Je moet al zijn bidonnetjes even klaarmaken om op morgen op alle tafels die bidonnen neer te zetten. Dus bij elk 5 kilometer punt kan hij zijn bidon neerzetten. Dus dat maakt hij nu alvast klaar. Althans, het drankje maak je denk ik nog niet klaar, of wel? Nee, dat doe ik zakjes wel, hoor. Oh, doe je? Dan ja. Alles gewoon klaar, joh. Dan heb ik het daarna van ons. Precies. Dan zit alles erop voor de wedstrijd. En dus kan hij alles even goed voorbereiden, maar het is belangrijk dat hij gewoon elke 5 kilometer dat hij drinken van de tafel af kan pakken en dat dan als het goed is geen hongerklop krijgt tijdens lopen. Dat is de bedoeling. Dat is wel uitgepland inderdaad. Ik dacht het moet blijven. Zo, mooi op tijd wakker. Remio is een drinken inleveren. Even rustig opfrissen. Over een half uurtje ontbijten en over iets meer dan een uurtje moeten we dan ook weer weg. Dus op ziet allemaal.
Hello and a very warm welcome to Amsterdam for the 46th Amsterdam Marathon 2022 and the start, as always, in the iconic Olympic Stadium. We are underway. Just under 18,000 runners from 130 different nations taking part this year. They've come from all over the world. The course records set here last year are under threat. Fastest man in the men's field, Lemmy Behanu, with 2:04.33, his first ever race on Dutch soil. But look out also for Cyprian Kotut, the younger brother of Martin Lemmy. Zo, dat ging niet helemaal zoals verwacht. Ik wilde eigenlijk rond de 15 voor Galit en Richard. Eerste deel win tegen wisten we ook en we hadden in principe vier hazen in de groep. Dus ik wilde eigenlijk de eerste gedeelte wilde ik eigenlijk vooral op kop lopen. Zodat die andere hazen gespaard zouden worden en zij het van mij over zouden nemen. Omdat ik sowieso het kortste zou hazen van iedereen. Dus de bedoeling was 15 en dat werd een kleine 9 kilometer. Omdat ik gewoon na 7 kilometer merkte dat heel mijn benen vol liepen. En ik ja, toch 3:04 per kilometer. En dat ligt gewoon nog net iets te hoog. Ik heb me daarna even terug laten zakken naar een groepje van waar ze 3:08 liepen. Heb ik een paar kilometer heb ik ze eventjes meegenomen tegen de wind in. En dan merkte ik van oké, dit tempo was voor nu misschien iets beter geweest. Maar het is zoals het is. Het is gewoon wat korter gelopen. Galit, schitterend PR van 2:09.34. Daarmee Nederlands kampioen. Echt geweldig om te zien. Motiveert natuurlijk ook weer enorm. Richard Douwma helaas uitgestapt. Kamergenootje heb ik nog niet gezien. Remy Tielsma, die is derde geworden. Dus ja, volgens mij is een derde marathon en verbetert zijn PR van 2:23 naar 2:16. Ja, dat zijn natuurlijk de mooie dingen, zeker ook als toeschouwer, om allemaal te zien. Dus ja, al met al wel genoten natuurlijk, maar ook wel besef dat het harder moet. Ik zit natuurlijk nog een beetje in mijn opbouw, dus ik moet ook weer niet te snel te hard weer willen lopen. Dus ik moet even de tijd geven en dit is even een goede reality check om dadelijk gewoon weer harder te gaan lopen. Dus op naar de volgende in ieder geval. Voor nu hoop ik dat er nog een lekkere lunch beneden klaar staat, ook daar nog even aan kan schuiven. En dan begint morgen gewoon weer een nieuwe week waar gewoon weer hard getraind gaat worden. Maar wel slim getraind gaat worden. Dus wat ik net al zei, ik ben heel gemotiveerd nu om gewoon verder te gaan. Ik heb dat vaak na kleine teleurstelling dat ik heel snel weer door wil gaan, maar dat zijn natuurlijk ook de valkuilen, dat je daar niet jezelf gek laat maken, zeg maar. Dus dat was hem voor nu. Vergeet niet te abonneren uiteraard en tot de volgende video.